bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een gezellige kletsvideo voor jullie. We gaan weer kletsen en we gaan vandaag kletsen over betaalbare make-up merken en dat soort dingen. Ik heb een heleboel vragen hier staan. Ik heb deze video weer rond zien gaan in Amerika bij de beauty vloggers daar. En ik dacht, zoals altijd breng ik dingen vandaar ook naar hier en geef ik het een Nederlandse twist. Het zijn een aantal standaard vragen die ik ga beantwoorden en het heeft allemaal te maken over betaalbare make-up en de hele merken en dat soort dingen. Ik krijg ook altijd heel vaak vragen aan jullie, Sarah. Welke betaalbare foundation vind je goed? Welk merk vind je goed? Wat zou je echt aanraden? En dat soort dingen. Dus vandaag krijgen jullie antwoorden op die vraag. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oh, ik heb jeuk op mijn voet. Ik heb een muggenbult daar. Ik zit echt helemaal onder, jongens. Ik heb gewoon 4 muggenbulten op 1 voet. Is dat normaal? Is dit normaal? Ik vind het niet normaal. Voordat we beginnen, even een huishoudelijke mededeling. Ik heb de ventilator aanstaan die precies achter de cameramicrofoon staat. Dus je kunt hem waarschijnlijk een beetje horen. Sorry daarvoor, maar het is echt super heet hier op zolder. En ik kan niet zonder die ventilator. En dit is de 2e video die ik vandaag maak. Dus ik zit hier echt een aantal uur. Dus vandaar. Wat heb ik op mijn lippen? Deze Elf Pop Lip Gloss. Gloss gewoon. Deze is echt gewoon super makkelijk. Gewoon opdoen en klaar. Ik heb verder er niks onder of zo. That's it. Hoe moet ik deze video maken als ik heel veel jeuk heb? De vragen zijn wel allemaal in het Engels, maar ik ga ze dus vertalen naar het Nederlands. Nummer 1. Als je nog maar 1 betaalbaar make-up merk mocht gebruiken, welke zou dat zijn? En ik zou dan denk ik waarschijnlijk gaan voor Makeup Revolution. En de reden daarvan is niet per se omdat ik hun echt het beste vind van alles. Maar omdat hun de meeste soort producten hebben. Hun assortiment is zo ontzettend groot. Dat is niet normaal. Ze komen zo vaak uit met nieuwe make-up en dat soort dingen. Dat als ik nog maar 1 merk zou mogen gebruiken, ik zou gaan voor hun. Omdat hun gewoon alles hebben en ik dan niks mis. Dus dat is de reden dat ik zou gaan voor hun. En ik vind hun kwaliteit ook gewoon meestal goed. Meestal, niet altijd. Af en toe hebben ze een aantal producten waarvan ik denk, oké, die is niet zo goed. Maar over het algemeen zijn we wel echt chill. Nummer 2. Wat is de meest ondergewaardeerde betaalbare make-up merk? Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik dan toch zou gaan voor W7 Cosmetica. Ik zie W7 niet heel vaak in de beauty scene. Vooral niet in ons land. W7 was er vroeger. Dan praat ik echt over een aantal jaar geleden in het begin. Was het echt zo'n cheap ass make-up merk. Echt zo van het action make-up. Niet dat er iets mis mee is. Maar dan begrijp je een beetje wat ik bedoel. Maar nu maken ze echt steeds betere make-up. Ik heb ook bijvoorbeeld dit paletje van hun. Hun W7 Socialite Palette. Dit paletje is slechts 10 euro. En is echt geweldig. Ik heb deze ook vaak laten zien op mijn kanaal. Heel veel van jullie hebben hem ook gehaald door mij en zijn er ook echt blij mee. Dus ik vind W7 echt ondergewaardeerd. Ik moet wel zeggen, een aantal van hun producten zijn nog steeds echt bagger. Maar er zitten echt een aantal goede producten bij. Dus ja, ik vind dat hun wel een beetje meer shine verdienen. Maar ik vind dat ik dat al wel doe. Ik vind dat ik hun best wel vaak laat zien op mijn kanaal. Dus ja, maar ik heb over het algemeen best wel een betaalbare make-up kanaal. Ik gebruik best wel veel betaalbare make-up. En dat vind ik ook leuk om aan jullie te laten zien. Want dan hoef je niet te veel geld op te maken. Dus ja, nummer 3 is omgekeerde. Wat is de meest overrated make-up merk, betaalbaar make-up merk. Ja, dit is wel een beetje juicy. Ik zou dan denk ik gaan voor Morphe. Morphe is niet super goedkoop, maar het valt zeker nog wel in de betaalbare categorie. En ondanks het feit dat ze echt een heleboel super goede producten hebben, vind ik de hype omtrent Morphe een beetje overdreven. Ook vooral omdat ik zie dat de hype eigenlijk niet gaat over de kwaliteit van de make-up, maar meer gewoon omdat hun heel veel influencers inzetten. Ze hebben heel veel make-up vloggers, echt super grote make-up vloggers, beauty vloggers die hun promoten. En doordat krijg je gewoon heel veel aanzien. Gewoon puur omdat je het continu overal voorbij ziet komen. En wij mensen zijn gewoon eenmaal zo. Als je iets heel vaak ziet, ga je het ook kopen. Dus ik vind de hype meer doordat je hun gewoon heel vaak ziet. En door al die influencers. Dan echt de kwaliteit van de product. Want ik vind het echt niet, zeg maar, echt die hype waard. Ondanks dat ik wel een heleboel van hun producten gewoon prima vind. Maar zoals ik het ook zeg, het is gewoon prima. Het is niet echt geweldig. Vraag 4. Wat is jouw fave betaalbare product onder de 5 euro? Nou, mijn favoriete product onder de 5 euro. Dan heb ik er echt een heleboel voor jullie. Maar ik denk dat eentje die ik jullie wel kan aanraden, en dat denk ik geen verrassing is, is deze fixing spray van Max & More bij de Action. Ik heb gehoord van 2 mensen al dat deze uit het assortiment gaat. En dat zou ik echt vreselijk vinden. Dus als die echt weggaat, mensen, ga hem echt inslaan. Dat ga ik ook doen. Want als die weggaat, dat is wel echt doodzonde. Want deze is zo ontzettend goed. Dat is gewoon niet normaal. Dus als ik 1 product mocht laten zien onder de 5 euro, is dat zeker te weten deze. Echt amazing. Nummer 5. Wat is een supergoed betaalbaar product waar niemand over praat?
Oké, waar praat niemand over? Nou, dat is by the way echt een heleboel. Dit MAW highlighter paletje, echt geweldig. Ik heb die ook vandaag gebruikt. Ik heb vandaag maar een heel klein beetje aangebracht. En kijk hoe heftig die glow is. Ik mix altijd deze twee kleuren. Echt een supergoed paletje. En hij is echt gewoon even goed als een aantal high-end paletjes van mij. En de kleuren zijn ook echt prachtig. Ik heb het donkere paletje. Kijk even dit, jongens. Maar je hebt er ook eentje met wat lichtere kleurtjes. Kijk even die glow. Het heeft zoveel pigment. Echt, I love it. Het is zo ontzettend goed paletje, niet te doen. Dus dit is echt een van de producten die echt zo ontzettend goed is. Maar bijna niemand praat erover. Dus ja, ik wil deze toch eventjes aanraden aan jullie. Nummer 6. Wat is je fave betaalbare foundation? Daar hoef ik niet eens lang over na te denken. Maybelline 24 Hour Foundation. Heeft een volledige dekking. Maakt mooi mat. Niet te mat. Gewoon zo een naturel mat finish. Ik heb hier de kleur Soft Bronze. Deze kleur heb ik gehaald in Spanje. Ik weet niet of deze kleur hier is. Volgens mij niet. Maar deze kleur is echt perfect voor mij. Dit is zo'n ontzettend goede foundation. Deze was ook echt overhyped. En hij was ook echt gewoon de hype waard. Hij is ontzettend, ontzettend goed. Hij heeft wel een volledige dekking. Dus het is niet zo'n naturel foundation. Dus als je dat zoekt, gaat hij niks zijn voor jou. Maar als je echt iets zoekt wat super, super goed dekt. En gewoon mooi aanbrengt. Je huid mooi egaal maakt. En niet te duur is. Dan is dit echt de foundation voor jou. Deze staat bij mij echt op nummer 1. 7. Wat voor producten haal jij vaker betaalbaar dan duur? Dat is sowieso mascara. Maar dat heeft echt te maken met dat ik echt de meest crappy wimpers ever heb. Mijn wimpers zijn super kort en je ziet ze niet. Ik heb ook altijd nep wimpers op. Dus daarom haal ik nooit een dure mascara. Want het heeft geen nut. Want ik doe toch weer nep wimpers op. Dus voor mij persoonlijk heeft het echt geen nut om daar geld aan te besteden. Maar dat is echt iets persoonlijks. Iets wat ik ook vaker betaalbaar haal dan duur zijn lipsticks. Lipsticks is ook zoiets waarvan ik denk, lipsticks en lipglossjes. Dat zijn beide ook dingen waarvan ik denk, dat hoeft echt absoluut niet duur. De enige lipsticks die ik echt zo ontzettend goed vind dat ik ze duur haal, zijn MAC lipsticks. De kleuren van MAC, die heb je ook vaak niet betaalbaar en dat soort dingen. Maar voor de rest, als ik ook zo kijk naar al mijn glossjes, bijna alles is betaalbaar. En dat vind ik gewoon echt prima. Dus die haal ik vaak niet echt heel luxe. Welk betaalbaar make-up merk vind jij overpriced? Dus te duur. Dan moet ik toch gaan, denk ik, voor Milani. Milani zit echt aan de hogere kant qua betaalbaarheid. Het is officieel gezien nog wel een betaalbaar merk, maar ze zijn duur. En als ik zo naar de kwaliteit kijk, de meeste van hun make-up heeft echt gewoon goede kwaliteit, maar het kan echt wel een stukje goedkoper. Ik vind het af en toe te duur bij hun. En ik vind het ook allemaal gewoon net iets te duur. Ik vind het niet echt overdreven duur, want de kwaliteit is ook gewoon wel echt goed bij hun meestal. Maar ik vind het gewoon net iets te duur. Zoals ik heb hier de Milani Screen Queen Foundation. Deze is iets van 20 euro. En dan denk ik echt van, het had ook 5 euro minder kunnen zijn. Ik heb ook hier de Milani Rose Primer. Vind ik ook net iets van 3, 4 euro te duur. Het is niet heel erg overpriced, maar ik vind het toch altijd net een tikkietje te duur, als je begrijpt wat ik bedoel. Het wordt net iets te veel high-end, terwijl Milani nog wel betaalbaar is eigenlijk. Nummer 9. Wat is jouw favoriete betaalbare dupe? Voor de mensen die niet weten wat een dupe is een betaalbaar alternatief van een luxe make-up product. Dus het is even goed en het lijkt superveel op elkaar, alleen het is meer betaalbaar. Eerste waar ik echt gelijk aan dacht was concealer. Ik heb hier deze dure high-end shape tape concealer van Tarte, die echt iedereen kent. Een super, super goede concealer. En ik heb hier de Elf Camo Concealer. Dit is echt een regelrechte dupe. Deze is slechts 5 euro of 6 euro. Super goedkoop. Ik heb de kleur medium sand. En dit is de normale. Je hebt ook een concealer van hun die hydrateert. Dat vind ik echt geen dupe. Maar deze normale is echt een dupe. Het zijn allebei concealers met een volledige dekking. Ze zitten ook toch wel lichtelijk een beetje dikkig op de huid. Niet per se echt heel vreselijk voor mij. Maar ik weet dat heel veel mensen deze te dik vinden op de huid. Dat kan. Deze heeft dat ook wel. Voor mij is het gewoon normaal. Ik vind ze gewoon allebei fijn. Maar deze twee lijken zo ontzettend veel op elkaar. Behalve dan even de kleur. Deze kleur is by the way echt iets te licht voor mij eigenlijk. Deze blijven ook allebei goed zitten. Dus als jij op zoek bent naar deze. Deze is ook hier niet te koop überhaupt. Dan zou ik echt gaan voor de Elf Camo Concealer. Een super super goede dupe. Nummer 10. Wat is de beste betaalbare oogschaduwformule? Dus eigenlijk basically welk betaalbaar merk heeft de beste oogschaduwpaletjes? Nou, hiervoor hoef ik echt niet over na te denken. Stip op nummer 1 van de betaalbare oogschaduwpaletjes staat, ik pak het er even bij, Juvia's Place. Super, super goede paletjes. Te koop bij Beauty Bay, gewoon vanuit Engeland. Je kunt ook gewoon bij hun bestellen op hun site. Maar ja, dan moet je douane betalen. Kijk hoeveel paletjes ik heb van hun. Ik sta ook op hun PR, dus ik ontvang hun paletjes gratis. Dit merk is echt
Amazing. Het heeft letterlijk de kwaliteit van dure oogschaduwpaletjes. Letterlijk. En met letterlijk bedoel ik echt letterlijk. Het is ook niet ietsje minder of dat ik denk, ja, voor de lage prijs vind ik ze goed. Nee, deze paletjes mochten van mij echt gewoon €60 zijn. Zo goed vind ik ze. Bijvoorbeeld de Huda Beauty is super duur. En haar paletjes zijn echt slechter dan deze. En deze allemaal zo goedkoop, zo betaalbaar. Echt, I love it. Nummer 11. Welk betaalbaar make-up heeft de slechtste oogschaduw voor? Dan zal ik denk ik moeten gaan voor Essence. Ik hou van Essence. Jullie weten, Essence is een van de meest goedkope make-up merken die bestaan. Maar hun oogschaduwpaletjes zijn altijd echt wel een beetje om te janken. Er zijn er wel een aantal hier en daar die ik wel oké vond en prima vond. Nooit echt super goed, maar sommige zijn echt gewoon prima. Kun je echt wel een mooi lookje mee maken. Maar over het algemeen, Essence is echt een beetje bagger als het gaat om oogschaduw. Ze zijn altijd zo poederig en ze geven niet veel kleur af en dat soort dingen. Nogmaals, er zijn een paar uitzonderingen die ik wel goed vond. Maar al met al, ik neig in principe echt nooit naar oogschaduwpaletten van Essence. Nummer 12. Wat is een make-up merk die je vroeger heel vaak gebruikte, maar nou niet echt meer gebruikt? Dat is een beetje een moeilijke vraag. Want er is niet echt iets wat ik vroeger heel vaak gebruikte en nou niet meer. Er is niet echt per se een merk die ik super vaak gebruikte en nou niet echt meer. 16. Wat is de beste, meest recente make-up lijn die is uitgebracht? Betaalbare make-up lijn. Dan moet ik toch gaan voor Wet n Wild X Bradman Rock. Super, super goede collectie. Ik heb er ook een hele video over gemaakt. Het oogschaduwpaletje is mooi. De spray is mooi. De spray heb ik hier gewoon. Deze heb ik ook gewoon nog vaak gebruikt. Ik vind het gewoon al met al een hele fijne collectie. En ik heb ook de hele collectie ingeslagen. En ja, I love it. Het is gewoon echt een goede collectie. 17. Een betaalbaar merk waarvan je het gevoel hebt dat het een beetje aan het doodgaan is. Dus het is een beetje langzaamaan weg aan het vervagen. Dan denk ik toch aan LA Girl. LA Girl was vroeger echt zo'n super overhyped make-up merk. Ze hadden ook zo'n concealer die echt iedereen had, behalve ik toen. Ik had hem toen wel gehaald, maar ik vond hem niet zo fijn op mijn huid. En LA Girl was echt een hype. Echt heel veel mensen hadden het over, ook in heel veel video's. Maar nou zie ik er eigenlijk bijna niks meer over. Ze hebben geen enkel product meer die mij echt aanspreekt. Laatst heb ik wel een paletje van hun gehaald. Die was echt super goed. Wel heel veel fallout, maar wel gewoon een goed paletje. Maar al met al, LA Girl heb ik het gevoel dat ja, men het niet echt meer gebruikt. Laatste vraag, nummer 18. Betaalbaar make-up product die jij echt al jaren gebruikt en nog steeds fantastisch vindt. Mijn Catrice Liquid Camouflage. Deze heb ik echt al, ik overdrijf niet. Ik gebruik die echt al 4 jaar of zo. Ik heb hem ook elke keer als hij opgaat, haal ik weer een andere. Ik heb de kleur 015 Honey. Ik gebruik ook af en toe de kleur 020 Light Beige, maar die is iets lichter. Deze concealer, amazing. Amazing. Zo goedkoop. Volledige dekking. Ligt niet te zwaar op de huid. Ondanks dat hij een volledige dekking heeft. Maakt je gezicht zo erg mooi. Deze concealer is echt een van de... Nee, is gewoon echt de beste betaalbare concealer ever gewoon. Er is er geen eentje waar ik nou even aan kan denken die beter is dan deze. En deze gebruik ik al jaren. Tot de dag van vandaag. Nou mensen, dat was dan de video weer. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan de video van vandaag. Ik hoop het wel. Heb je nog een vraag? Wil je mij nog iets laten weten of wat dan ook? Stel het dan zeker beneden in de reacties. Ik antwoord ook altijd. En ik vind het gewoon altijd leuk om iets van jullie te horen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei! Oeh, het is warm, jongens.